Look. What? No, my god! Ik kom Jocelyn ophalen. Ze komt naar Nederland. We hebben elkaar een half jaar niet gezien. Om te wachten op het hele immigratieproces af te ronden. Ik heb zin om haar eigenlijk in mijn armen te sluiten. En dat we eindelijk samen kunnen gaan wonen. I start traveling from Guatemala to Netherlands, and when you are in a long-distance relationship, it's like a roller coaster of emotions. Hello, how was it? I can't hear you. Every arrival is super nice, and every time we have to say goodbye and going back to the airport, and you are heartbroken. Op 14 februari zagen wij een post op Facebook. Yeah, I saw the post. You want to get married here at Schiphol? And I was like, yeah, okay, wait, this can be us. Ons verhaal is dat we daar elkaar voor het eerst hebben ontmoet. En daar hebben we ook een filmpje bij geplaatst. You look young. Thanks. 3 months later, in May, we got an invitation and we got a surprise. Oh, no. Oh my god. Yes. Jullie gaan trouwen op Schiphol. We met at Schiphol. We had our goodbyes at Schiphol. And it will be perfect for us to close the circle there, to get married there.